Afgelopen zomer doen ouders van één van de kinderen aangifte van seksueel misbruik. Daarmee komt de zedenzaak aan het licht. De verdachte zou zich hebben vergrepen aan zeker 8 jongens in de leeftijd van 8 tot 14 jaar. De verdachte is als oudste zoon van de eigenaren niet meer welkom op de boerderij. De politie doet verder onderzoek. Vorige week zijn de ouders van de mogelijke slachtoffers op de hoogte gesteld. In een brief aan de ouders spreken de eigenaren hun afschuw uit. Terug naar 2001. De ouders van de verdachte beginnen samen met hun 3 kinderen zorgboerderij Erve Tankink. Kinderen met een gedragsprobleem of een licht verstandelijke handicap kunnen de zorgboerderij bezoeken. De kinderen die op de boerderij verblijven, helpen onder meer bij het verzorgen van de dieren. De leeftijd van deze kinderen varieert van 5 tot 18 jaar. En mede daardoor is de zaak zo ingrijpend. Ik vind het een verdrietige zaak. Het is voor alle betrokkenen verdrietig. Wie het ook zijn in dit geval. Het gaat om kinderen, kwetsbare kinderen. En wij hebben met z'n allen, vind ik, de verantwoordelijkheid om die veiligheid daarvoor wel te creëren en te garanderen. Ik denk dat het meevalt voor zover je daarover kunt spreken. Het gaat over het betasten van een aantal jongeren. In de leeftijdscategorie zo rond de 12 jaar. En daartoe beperkt het zich. Wij hebben de hulpverlenende instanties die deskundig zijn op dit soort zaken hebben bijeengeroepen. Samen met politie en openbaar ministerie. Waarom? Omdat ik vind dat de veiligheid van ouders en kinderen op de zorgboerderij, dat belangrijk is.